De Keltische boomhoroscoop is jouw persoonlijkheid vertaald naar het plantenrijk. Benieuwd wat jouw type Tree of Life is? Ontdek het in deze video. Namaste, ik ben Janine van Spiri. De Keltische boomhoroscoop vertelt alles over jouw karakter via de boomsoort die over jouw geboortemaand heerst. Wat is de spirituele betekenis achter de Keltische boomhoroscoop? In Keltische mythes spelen bomen een belangrijke rol. En in de Ierse folklore zijn bomen zelfs heilig. Dit omdat ze zowel diep in de aarde wortelen als hoog naar de hemel reiken. Daarnaast vereerden de Keltische volkeren elke boom om haar geneeskrachtige eigenschappen en de natuurgeesten die tussen haar takken zouden wonen. De Keltische boomhoroscoop heeft een moderne twist. In 1948 presenteerde de Engelse dichter Robert Graves een Keltische jaarkalender, waarin hij het middeleeuwse Ogham-alfabet gebruikte om 13 maancyclussen te beschrijven. De tekens van dit alfabet waren gebaseerd op bestaande boomsoorten. Maar wat kun je met een Keltische boomhoroscoop? Jouw persoonlijke Tree of Life zal op een symbolische manier inzicht geven in jouw natuurlijke krachten en groeimogelijkheden. Elke boomsoort heeft namelijk zijn eigen bloeitijd en levert zijn eigen bijdrage aan het ecosysteem. Waar het ene type als het ware tot leven komt in de lente, heeft het andere liever de stilte van hartje winter. Nu ben je vast benieuwd welke boom jij bent. Laten we gaan kijken. Om een Keltisch sterrenbeeld te achterhalen, kijk je naar de datum van je verjaardag. Je kijkt dus niet naar je geboortemaand, omdat Keltische maanden anders lopen dan die van de Romeinse kalender die wij gewend zijn. De Keltische boomhoroscoop kent 13 karakters. De lijsterbes, geboren tussen 21 januari en 17 februari. De lijsterbes staat ook wel bekend als denker. Dit karakter is creatief, houdt zich graag bezig met de toekomst en streeft hoge idealen na. De S, geboren tussen 18 februari en 17 maart. De S, of ook wel de betoveraar, is een teken dat analytisch denken combineert met een hoge gevoeligheid en is erg empathisch. De Els, geboren tussen 18 maart en 14 april. De Els vertegenwoordigt de pionier die heldhaftig op zijn zelfgestelde doel afgaat en daarbij op veel bewondering kan rekenen. De Wilg, geboren tussen 15 april en 12 mei. De Wilg is een echte observator die de tijd neemt om zaken en mensen van verschillende kanten te bekijken, voordat hij tot handelen overgaat. De Meidoorn, geboren tussen 13 mei en 9 juni. De Meidoorn, of illusionist, is bewegelijk en strategisch, kan zich goed aanpassen en is gevoelig voor de verschillen om hem heen. De Eik, geboren tussen 10 juni en 7 juli. De Eik, of stabilisator, is optimistisch, heeft een innerlijke motivatie en is erg beschermend. De Hulst, geboren tussen 8 juli en 4 augustus. De Hulst wordt ook wel heerser genoemd. Hij is praktisch ingesteld, geeft niet snel op en heeft sterke overtuigingen. De Hazelaar, geboren tussen 5 augustus en 1 september. De Hazelaar wordt ook wel de kenner genoemd. Dit boomteken is slim, heeft een scherpe perceptie en een goede aanleg tot redeneren. De Klimplant, geboren tussen 2 september en 29 september. Klimplanten krijgen de bijnaam gelijkmaker. Ze zijn vriendelijk, bepalen hun eigen standaard en stralen daardoor een natuurlijk gezag uit. De Hedera, geboren tussen 30 september en 27 oktober. De Hedera is een groenblijvende plant die alle jaargetijden doorstaat. Daarom staat dit teken voor doorzettingsvermogen en uitbundigheid. Riet, geboren tussen 28 oktober en 24 november. Riet is in deze astrologie de nieuwsgierige, die zijn verbeelding en krachtige aanwezigheid gebruikt om verder te komen in het leven. De Vlier, geboren tussen 25 november en 23 december. De Vlier is de zoeker. Dit intelligente teken is zelfvoorzienend en beschikt over veel energie om zijn taken te volbrengen. De Berk, geboren tussen 24 december en 20 januari. De Berk is de streber, die zijn ambities nastreeft en daarbij kan rekenen op een grote veerkrachtigheid. Welk boomtype ben jij? Laat het mij weten in de reacties onder deze video. Wil jij nog meer zinvolle tips en tricks, informatie niet missen? Abonneer dan op ons kanaal. Namaste.